Zoals je ziet, we zijn dit keer niet in de studio's van Top Radio, maar bij de kantoren van Infrabel. Want vrijdag heeft Olivier ons uitgedaagd om in plaats van spelletjes te spelen, de handen uit de mouwen te steken. En hier is Olivier. Dag Wouter. Wat gebeurt hier allemaal bij Infrabel? Wel, bij Infrabel beheren we het Belgisch spoornetwerk. Dus wij laten eigenlijk de treinen rijden in gans België. Maar wij beheren eigenlijk ook de spoorinfrastructuur. Dus wij gaan de volledige spoorinfrastructuur gaan onderhouden en vernieuwen. En het wil lukken, vandaag zijn we hier in Gent bezig met een werf waarin dat we sporen aan het vernieuwen zijn. En ik neem jullie straks mee, vijf uitdagingen klaarstaan voor jullie. Juist, ik voel al dat we een beetje op het juiste spoor zitten. Zometeen de eerste uitdaging, maar eerst nog bepalen wie die mag doen. Stel voor dat we dat doen met speltje kop of munt. Je kent het wel, hè? Ik neem kop en jij kiest. Munt. Ja, er is geen mogelijkheid. Ja, het is kop. Oké, goed. Dan mag jij al gaan oefenen en dan praat ik met Diego over zijn job. Ja, maar die uitdaging, wat is dat eigenlijk dat ik moet doen? Toevallig heb ik die nog bij mij. Hij heeft alles bij. Ja, de eerste uitdaging is het aarden van een bovenleiding. Klinkt als iets eigenaardigs, maar ik ga het proberen. Ik ben er klaar voor. Tot straks, Louis. Wouter. Andere kant. Ja, oké. Diego, je bent elektromechanicien bovenleiding. Zo'n bovenleiding, wat is dat precies? De bovenleiding zorgt eigenlijk dat er elektriciteit komt naar de treinen, zodat we niet met diesel moeten rijden. Is het een 9-to-5 job? Nee, totaal niet. We hebben nachtdiensten, latendiensten en dagdiensten. Het voordeel daarvan is dat je, als je dan in de nacht werkt, dat je overdag thuis bent en dat je bijvoorbeeld kindjes naar school kan doen en ze gaan aan. Of zij ook gewoon vrij in de week, als je dan weekends moet werken, want we werken 2 op het 4. Wat Wouter zo meteen gaat doen, is dat gevaarlijk? Als je de juiste stappen volgt, is dat niet gevaarlijk. Dat kan er niets gebeuren. Oké, dan gaan we eens gaan kijken of we nog sporen vinden van Wouter, zeker? Oké, Diego, is de uitdaging van Wouter geslaagd? Ja, je had er eerst een beetje moeite mee, maar uiteindelijk is dat goed gelukt. Goed dan, Wouter. Ik ga de stok nog een keer vastpakken. Oh, zou je dat wel doen, Wouter? Grapje, nee.